veel langs komen. We gaan even tegen. Het is een mooie. Hallo. Hallo. Jij komt er gewoon even tussendoor, hè? Vind je erg? En gefeliciteerd dan net. Dankjewel. Ja, je bent vandaag voor het eerst open, toch? Ja, net een uurtje, twee uurtjes bijna. Ja. Ik heb getekend en... Is dat dan gelijk poffertjes te bakken? Ja, klopt. Ja, de familie kwam poffertjes eten. Dus, ja? Ja. En bevielen ze, smaakten ze? Ja, volgens mij wel. Hey, maar nu we het daar gelijk over hebben, dan kan je natuurlijk gelijk even vertellen, want Adomani is nog steeds Adomani. Ja, dat klopt. Maar je, hebt wel, je gaat wel wat veranderingen doorvoeren. Ja, klopt. Nou, de ijskant blijft in ieder geval gewoon hetzelfde. En dan hier, zoals je misschien al hebt gezien, de voorkant is anders. Het is roze. En de muur is dan... Een echte vrouwenkleur. Ja, precies. Dat is een beetje zoeter, zeg maar. Ik ga hier wafels en poffertjes verkopen, dus... Ja, want wafels hadden jullie die nou wel al of niet? Ja, we hadden inderdaad al poffertjes ook, maar ja... Het was niet per se heel duidelijk. Dus ja, nu als het goed is wel. Ja, nou ja, het is zeker duidelijk. Je ruikt ze ook heel goed. En maar in het verleden waren er hier ook broodjes, die doe je niet meer? Nee, die doen we niet meer inderdaad. Nee, dat was gewoon niet zo interessant voor jou. Inderdaad. Nee. Er zijn al genoeg leuke broodzaakjes volgens mij. Ja, precies. En poffertjes niet. Poffertjes kan je. Maar volgens mij zijn wij wel de enige die dat verkopen inderdaad. En wat kost nou dan een portie poffertjes? Kleine kost 3 euro, de middelste kost 4 euro en de grote 5. Dus zeg maar 10, 15 en 20 stuks. Nou, dan ga ik er even nu 10 bij je kopen. Dus ja, ik heb ze al een eeuw niet meer gegeten. Dus, en daar wordt ook nog gewerkt aan de letters. Ja, klopt. Nog een school wordt nog opgevangen worden. Oh, maar je smoothies, ben je daar ook meer mee gaan doen? Of? Ja, klopt. En ik wil ook meer van die sapjes gaan doen en zo. Dus, sapjes als in... meer van de zomer. Ja, zo van die, hoe zeg je dat? Van die, hippe sapjes. Nou, dan kom ik van de zomer ook een hip sapje bij je halen. En dan kijk ik nu even hoe je poffertjes maakt. Nou, ze zien al. Ja, aan de druk is het altijd minder. En verandert er nog iets aan de openingstijden of zo? Nee, in principe niet. Nee, gewoon hetzelfde. Gewoon van nu zijn we van 9 tot 6 open. Oké. Okay. Dus, en 6 dagen in de zomer? Ja, 6 dagen. Ja, zondag zijn we nog dicht. Vanaf april gaan we de zondag ook open. En vanaf Koningsdag gaan we s'avonds ook weer open. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, dat is ook al over 2 maanden bijna. Ja, gaat heel snel. En je was natuurlijk medewerker, nu ben je de baas, zeg maar. Heb je dan ook nog nieuwe medewerkers aangenomen? Nou, er staan hier toevallig 2. Maar die werken hier allebei, daar? Nee, dat is mijn zus. Maar Bastiaan en Bas. En, ik zoek nog wel nieuwe medewerkers. Oké. Okay. En een ijsbereider, want ik heb er nu eentje, maar die... niet meer zo heel lang, dus... Dus mensen kunnen bij je solliciteren? Dus mochten mensen ijs willen maken en ijs komen scheppen, verkopen, alles... En vanaf welke leeftijd zijn ze welkom? Vanaf 16 jaar. Ja, precies. En mensen van 30 mogen die ook nog? Of, zeker, natuurlijk. Niet, je hoeft niet alleen maar hele jonge mensen? Nee hoor, nee. Gewoon alles, maakt er niet uit. En kunnen ze dan gewoon een berichtje sturen via Facebook of zo? Of, Ja, of even een mail sturen naar info@ademani.nl. Oké, okay, nou dat is heel duidelijk. Ja. Ik heb dat ook gelijk mee. Ik wens je heel veel succes hier en ik wacht even op die poffertjes. Ja, ze zijn bijna klaar. Oké.